Namens het gemeentebestuur van Arnhem heet ik u allen van harte welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst. Wij zijn erg blij dat u in zo grote getale blijk geeft van uw betrokkenheid bij onze gemeente. Wij waarderen ieders komst. Ik zal daarom ook in dit welkomstwoord niet mensen persoonlijk begroeten. Bovendien zijn de bijzondere gasten al vereerd met een voor hen gereserveerde plaats. Nee, ik wil op dit moment slechts de naam noemen van iemand die zeer tot zijn spijt hier niet aanwezig is. Burgemeester Scholten. Hij heeft mij gevraagd om u allen en de stad, ook namens hem, een zeer gelukkig en voorspoedig nieuwjaar toe te wensen. En ik wil vanaf deze plaats, en ik ga ervan uit dat ik dat namens u allen mag doen, de heer Scholten in dit nieuwe jaar een spoedig en algeheel herstel toewensen. Mevrouw Scholten, we stellen het zeer op prijs dat u vanavond aanwezig bent en ik hoop dat u Paul ook onze wensen wilt overbrengen. Ik wil dit korte woord van welkom afsluiten met een speciale wens voor een van de hoofdrolspelers van vanavond, het Gelders Orkest. Dankzij dit gezelschap kunnen wij hier in Arnhem steeds weer op een heel bijzondere wijze het nieuwe jaar inluiden. Ik wens het HGO voor dit jaar toe dat de minister een heel verstandig besluit neemt. En ik wens Arnhem toe dat wij nog tot in lengte van jaren kunnen blijven genieten van de prestaties van ons Gelders Orkest. Te beginnen met vanavond. Dank u wel.
Meneer Koumans, gaat u werkelijk de gifspuit van stal halen als onkruidbestrijding? Nee, dat staat nog niet vast. Wat ik vorig jaar gezegd heb, is dat we moeten kijken wat de minst schadelijke oplossing is voor het weghalen van onkruid. En ik heb zelf de indruk dat borstelen misschien wel eens schadelijker kan zijn dan beperkt spuiten. We hoeven daar zelf het antwoord niet voor te verzinnen. Er wordt een onderzoek gedaan aan de Universiteit van Amsterdam en dat wachten we af. Maar in de wijken wordt toch alsjeblieft niet gespoten? Dat hangt er vanaf. Ik ga ervan uit dat wijken op zich in staat moeten zijn zelf maatregelen te nemen. Dus een stukje sociale vernieuwing, de buurt samen de straat op. De ondernemers in de binnenstad zijn verontwaardigd over uw aankondiging om de parkeertarieven te verhogen naar 4 gulden per uur. Wordt het niet eens tijd uit het oogpunt van valse concurrentie om 1 lijn te trekken met de winkelcentra in Arnhem? Nee, dat laatste zeker niet. Want de winkelcentra in Arnhem, Kronenburg bijvoorbeeld en Presikhaaf, daar wordt een heel ander systeem gehanteerd. Daar betalen namelijk de individuele winkeliers een bijdrage aan de eigenaar van het winkelcentrum om parkeerplaatsen aan te leggen. Met andere woorden, in de huur die de winkelier betaalt zit al een tarief voor de passagier, voor de automobilist. Die zit erin verdisconteerd. Dus daar betaalt de winkelier meer voor zijn vierkante meters om juist een parkeerplaats te kunnen realiseren. Meneer Veldhuizen, u bent wethouder van volkshuisvesting. Gaat u iets doen aan de vochtproblemen in de wijk Het Broek? Daar zijn we al heel lang mee bezig. De woningen van Patrimonium, daar hebben we in ieder geval overeenstemming over. En die gaan we op korte termijn gaan we daar wat doen aan het vocht. De woningen van de centrale woningstichting, dat ligt een heel stuk moeilijker. En daar gaan we nog met bewoners en woningbouwvereniging overleggen of we dat dan kunnen doen. Maar ik denk dat het wel goed komt allemaal. Dit jaar nog? In ieder geval voor de woning van Patrimonium. Nou, fijn. Dank u wel. Ik heb geen bril, meneer, dus ik kan niet lezen. Meneer Slingerberg, u hebt het pakket bestuurlijke vernieuwing in mijn portefeuille zitten. Ja. Betekent dat dat de bewoners meer inspraak gaan krijgen? Daar zijn we al druk mee bezig. Dat is niet nieuw. U zegt gaan krijgen. Dat is een proces wat al aan de gang is. Oh, maar welke middelen gaat u daarvoor hanteren? Nou, een van de nieuwe waar ik nu mee praat, dat is de stadsomroep. En dat, ja, ja. Wij zijn buitengewoon gelukkig dat die stadsomroep nu een functie in de communicatie met onze bevolking en onze instellingen en bedrijven kan hebben. Want het is heel goed om bovenop dat bestuur te blijven zitten, te kijken wat wij allemaal uitvreten. Meneer Lemmens. Arnhem telt bijna 12.000 werkelozen, waaronder een hele grote groep langdurig werkelozen. Ja, dat klopt. Is het een idee om werkeloze maatschappelijk werkers in te zetten als begeleider van die groep? Als het gaat om het helpen van deze mensen die gaan starten in een nieuwe baan, dan is ieder idee welkom en dan zou dit misschien een heel goed idee kunnen zijn. Dank u wel. Graag gedaan.